We spelen vandaag de Mondriaan Challenge. Het doel van dit spel is om te laten zien wat we kunnen bereiken door middel van zelforganisatie. Dus wat we doen is met 5 teams tegelijk een hele grote Mondriaan in elkaar zetten. Dat is één groot product wat de teams met moeten integreren en dat doen ze in een kwartier tijd. Belangrijk in deze workshop is het om samen te werken. En als ze dat doen, dan zul je ook merken dat er telkens nieuwe verbanden ontstaan tussen mensen. Dus hey, wie is hier de Scrum Master? Dat weet ik eigenlijk niet. En dan komen er kleine clubjes die met elkaar gaan spreken. Dat ziet er leuk uit, maar het levert ook nieuwe inzichten op. Wat je merkt is dat communicatie echt ontzettend belangrijk is en dat ook een rolverdeling ook wel belangrijk is. Met name in de planningsfase heel veel praten, overleggen, toch wel heel erg chaotisch. Toch wel gaaf om te zien dat je in de laatste minuten eigenlijk, als je echt gaat produceren, dat alles wel bij elkaar komt. Ik ben tevreden over het resultaat als we kijken naar de achterwand, maar ook juist wat we terugkrijgen van de medewerkers. Ja. Want Agile is hetzelfde. Met veel mensen resultaat behalen door een beetje wat chaos toe te laten. Wat ik anders zou willen doen in mijn werk is, denk ik, af en toe gewoon de taak uitvoeren zoals wat je verwacht wordt. En niet alles ter discussie stellen. Niet op eigen houtje dingen doen. En ook vooral niet overcommuniceren. Dus bemoei je niet overal mee, maar houd je bij datgene wat belangrijk is. Ja. 3, 2, 1.